Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En wie heb ik naast me? Ik heb Hanne mee naast me. Hallo. Welkom hier in de studio. Ja, je moest van ver komen. Ja, vanuit Emmen. Ja, vanuit Emmen. En daar woon je nog steeds, hè? Daar woon ik nog steeds, ja. Wat is er leuk aan Emmen? Kan je dat even, mijn kijkers, even in het kort vertellen? Het gaat allemaal af van die songwriting tijd. Nee. Dat uur gaat straks pas beginnen. Okay. Dus alle tijd. Okay. Nou, ik woon in Emmen omdat ik daar vandaan kom. Want ik snap dat je denkt, ja, Emmen, wat moet je daar? Ja. Ik kom daar weg en... Dat zeggen ze daar allemaal. Ja, ik kom daar vandaan. Ja. En mijn familie woont daar allemaal en de familie van mijn vriend. En we hebben daar gewoon heel lekker rustig plekje. Ik vind het wel lekker dat ik heb best wel een hectisch leven en dat ik dan in Emmen gewoon lekker de rust heb. Ja, dat snap ik wel. Want je hebt hits. Waterdicht, nu denk ik je grootste hit op dit moment. Hoe hard die nu gaat op Spotify en alles. Of? Ik denk Waterdicht en Wat wil je van mij lopen al best wel gelijk. Maar Waterdicht is wel recenter. Want dus als ik nu TikTok open, dat is vanochtend nog toen ik wakker werd, dan ging ik even op For You. Dus zie ik allemaal mensen, maar ook echt een cover ervan zingen, zeg maar. Dat is wel vet. Ik krijg echt nog steeds elke dag berichtjes over Waterdicht. Dat is insane. Ja. En was die tekst er meteen of moest je wel lang erover nadenken? Ik moet heel eerlijk zeggen dat het schrijven van het liedje echt een beetje een waas is in mijn hoofd of zo. Ik heb het samengemaakt met The Companions, heet zij. Ja. Een producer en schrijfstudio uit Brabant. En met nog een gitarist, Simon Leverink. En we waren op schrijfkamp en we hadden al wat opzetjes gemaakt en zo. Op een gegeven moment ging we een beetje graven naar wat er dan speelde in mijn leven en wat er aan de hand was. Nou, op een gegeven moment zag ik gewoon jankend op die bank. Nee. Ja, en toen is daar Waterdicht uit voortgevloeid. Maar ik weet helemaal niet meer hoe dat precies is gegaan. Heb je daar nu nog moeite mee, zeg maar, met onderwerpen voor tracks bedenken nu het allemaal eigenlijk best goed gaat? Ja, ik vind dat wel lastig af en toe. Dat ik denk, ja, ik heb hier al een liedje over geschreven. Ja. En dan denk ik, oké, misschien kan het vanuit een andere invalshoek of zo, maar het kan wel moeilijk zijn. Ja, maar binnenkort geef vakanties, dan kun je alle inspiratie weer... Zeker, nieuwe ervaringen, nieuwe inspiratie. Gelukkig heb je wat afleveringen gezien, dat scheelt voor mij een beetje uitleggen, want de kijkers weten dat ook inmiddels al. Ik ga steeds een timer van een uur zetten. Dan heb ik 10 songstarters / samples, waarvan ik denk dat het een beetje in je straatje ligt. Ja, ik ben echt heel... En elke keer is het voor mij weer een zenuwslopend moment dat er misschien wel, dat hij er niet bij zit. Ja, ik heb ook die met Danique gezien trouwens. Ja. Net. En Danique die zei in eerste instantie, ik weet niet of die erbij zit. Ja, dat is een mogelijkheid, maar daar gaan we niet vanuit. Nee. Ik zie hier allemaal opzetjes, dus we gaan gewoon... Goed zo. Ik ga een timer van een uur zetten en ik zet de eerste aan. Dan kan je met de pijltje naar beneden, kan je er een beetje tussen scrollen. Sorry, waar? Hier zo, met deze. Oh, oké, ja. Oh, dit is met een gitaartje. Dat is altijd goed. Ik hou van gitaar. Ja, dat weet ik. Ja. Dat weet ik. Ja, ik hoor al wat. Ik voel iets. Oké, volgende. Ja. Ah, dit is wel cool dat het net even wat anders is. Het is allemaal wel een soort van andere vibe weer. Hier is het wel een lekkere vaart in. Een soort disco groove in, zeg maar. Ah, dit vind ik ook wel leuk. Het wordt nog lastig dan. Ja. Godzijdank zit hij erbij. Kiezen. Ja, ik ben dus heel slecht in keuzes maken. Dat is dan bij deze maar duidelijk. Ik denk wel dat het een van deze twee is. Oké, weet je wat? Laten we hiervoor gaan. Ik ga toch een beetje uit mijn comfortzone. Die andere is wel heel erg mijn comfortzone en deze is dan toch... Ik hoor meteen een 4x4 kick erbij gewoon. Gooi erin. Gooi erin, ga ik doen. Ja. Heb je bij dit ook een soort van idee of is dat nog niet het geval? Nou, ik heb dus af en toe dat ik iets lees of zo en dan denk ik, oh, dat zou een coole titel zijn voor een liedje. Ja. En dat had ik laatst met Het Einde van de Wereld. Vet. Vind ik wel een coole titel. En misschien is het wel leuk om iets te maken over, zeg maar, zelfs als het einde van de wereld was. Van alle dingen die ik dan kan doen, zou ik alsnog gewoon direct naar jou gaan. Ja, dat is hard, man. Van de wereld.
ik kan gitaar spelen en nou ja, nog meer. Maar ik kan dus echt niet dansen. Nee, ik dus ook niet, man. Dat is alvast even een waarschuwing. Ik ook voor de kijkers, reken me niet af op mijn danspasjes, man. Dat doen ze niet, dat doen ze niet. Nee, ik sta meestal ook in de club gewoon met 2 biertjes. En dat is zeg maar... en dan doe je die 2-step. Ja, 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 gewoon letterlijk dit inderdaad. Ja. Voor de rest niks. Hier met jou. Ik zeg je echt heel heerlijk. Ja, zeker. Plaats bij jou mijn laatste adem. Nou, ik ben wel heel blij, moet ik zeggen, dat we zo snel al iets hebben. Je was echt zenuwachtig, hè? Zo, ik vond het echt spannend. Ja, ik schrijf altijd met dezelfde mensen normaal gesproken. Dus... Ja, maar misschien is het ook wel even lekker weer, toch? Ja, nou, ik vind het wel leuk om te doen. Goed zo. Van country. Ik ook. Echt waar? Zeker weten, ja, ja. Oh, echt waar? Ik kan het alleen niet maken, maar ik hou er wel echt van, ja. Oh, zeker. Wat luister je dan? Wat vind je dan van luisteren? Vooral het nieuwe album van Beyoncé. Ah ja. Die ik van, ben niet dat liedje echte... met Miley Cyrus. Ja, die is fucking hard, man. Die is fucking hard. Die probeer ik dan ook altijd na te maken, maar tevergeefs. Ja. Dan moet je toch wel echt live kunnen inspelen. Ja, die is wel echt ook super. Ik ben daar iets elektronisch voor. Ah, maar, ga verder. Daar heb je een trucje voor. Nee, ik wou wel iets toevoegen, maar ik weet niet of je dat... Ik weet niet of dat kan. Wat dan? Slidegitaar, maar ik kan dat dus niet spelen. En ik weet niet of je dat in de computer... Ik dacht wel zo... even naar het begin. Goeie, good call, good call. Nu is hij echt zo... Ja, hij moet echt langer. Beetje SpongeBob-vibeje. SpongeBob. Kreeg je vroeger veel SpongeBob? Mensen gaan mij hier echt om uitlachen, maar sterker nog, mijn eerste date met een vriend was naar een SpongeBob-film. Wauw, lauw. Dat is echt lauw. Want hoe lang is dat geleden? 10 jaar. En toen was SpongeBob nog in de bioscoop? Ja. SpongeBob the Movie. SpongeBob the Movie, zeker. Wauw, dat is echt iconisch. Wil je nog experimenteren met dingen transposen? Dat doe ik soms wel. Lager. Een halve? Mag wel, denk ik. Dat vind ik altijd wel lekker vragen, werken. Dus echt top. Zie je. Top, top, toppie. We voelen elkaar goed aan. Zin. En de einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. Ik zeg je echt heel heerlijk. En dat ik voor altijd van je hou. Daar kunnen we altijd nog op terugvallen. Ja, is dat echt een optie? Nou ja, soms heb ik wel in de studio dat als het in de studio corny klinkt, dat het dan uiteindelijk wel gewoon is wat het is ofzo. Vroeger was ik altijd heel moeilijk aan het denken altijd, man. Ja, maar dat zit ook wel echt in mij. Ik ga alles overdenken. Ja. En soms dan kom je dan juist inderdaad op dingen wat dan slechter is. Snap je? Wat, dat er te veel over nagedacht is ofzo. Stagen zijn verstreken. Oké, ik ga het even oplezen alsof het een gedicht is. Doe dat. Misschien helpt het. In het einde van de wereld... Als je plak je hier een lief muziekje in. Zeker weten. Oké. In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. Ik zeg je echt heel eerlijk. Blaas met jou mijn laatste adem als mijn dagen zijn geteld. In het einde van de wereld. Ja, ik vind het wel prachtig. Te nemen? Ja. Oké, goed. Dit is de koptelefoon. Die ken je misschien wel. Ja.
In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. En komt het vuur uit de ramen van wat we hebben opgebouwd. Blaas van jou mijn laatste adem, als de dagen zijn geteld. Heb ik jou nog steeds hier naast me, in het einde van de wereld. In het einde van de wereld. Picobello volgens mij. Ja, ik moet zeggen, ik ben dus heel mierenneukerig. Echt? Ja. Daar hebben we echt geen tijd voor, Hanne. Sorry. Nee, I know. In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. En komt het vuur uit de ramen van wat we hebben opgebouwd. Blaas van jou mijn laatste adem, als de dagen zijn geteld. Heb ik jou nog steeds hier naast me, in het einde van de wereld. In het einde van de wereld. Nou, wel vet eigenlijk. Dat is fucking sick, man. Moet er nog wat dubbels op? Oh ja, dat is misschien voor het eind als we nog tijd over. Ja, 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 doen we. Ik heb sowieso meerdere takes van je, dus die zou ik desnoods ook nog als backings kunnen gebruiken. Even kijken wat handig is. Ik vergeet steeds dat we maar een uur hebben. Ja, je zit er helemaal in. Helemaal in die vibe. Misschien dat ik binnenkort een nieuw seizoen ga doen met de 4-uur challenges. Dan doen we hem in 4 uur. Beter idee? Ja. Zal ik het refrein opnemen en dat we dan daarna nog even gaan kijken voor misschien beide een versje? Even snel pennen. Kan ik jouw telefoon overleden? Zeker. In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. En komt het vuur uit de ramen van wat we hebben opgebouwd. Blijf met jou mijn laatste adem, als de dagen zijn geteld. Heb ik jou nog steeds hier naast me, in het einde van de wereld. In het einde van de wereld. Oké, ik vind het eigenlijk wel cool. Good job. Ik zou zeggen dat ik dit stukje pak, meteen na jouw hoek, dan jij dit en dan samen een soort pre. En misschien dan wel naar de hoek. Pre zin om en om of zo. Ja. En dan het refrein weer samen knallen. Eens. Zal ik dit even op loop zetten dan? Staat, loop ik met jou mee jou achterna. Ik ben bij je tot je laatste traan. Mijn laatste glimlach is door jou. Gelukkig voel jij dat ook. Jij brengt de rust in mijn hoofd. Oh, ik voel je armen om me heen. En doe mijn ogen dicht en het laatste licht. Ik voel de warmte met mijn hand in die van jou. In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. Ja, ik zit nou te denken, moeten we dan doen? In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. Ik twijfel aan omdat die pas in dat tweede stuk omhoog had natuurlijk. Dan blijft de hele tijd hoog. Dan is het wel de hele tijd hetzelfde inderdaad. Ja, maar ik zou misschien dat als variatie doen. Ogen dicht en het laatste licht. Ik voel de warmte met mijn hand in die van jou. In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. Ik kom het vuur uit de ramen van wat we hebben opgebouwd. Laat maar. Nee, ik moet even... Backings doen? Ja, kijk, hierom was ik dus ook gestrest voor een uur. Ja, snap ik. Maar we hebben toch gewoon een fucking hit staan? Kijk, er zit heel veel potentie nog in. Maar als de mensen gewoon zo enthousiast zijn, dan maken we hem toch gewoon af in een andere sessie. Dat is zeker waar. Ready? Maar hoe bedoel je? Nou, dat je hem nog 2 keer doet en dat ik die links en rechts kan doen. Die even precies, ja. Of noem je dat geen backings? Dubbels, ja. Dubbels, ja. In het einde van de wereld ben ik het liefste hier met jou. En komt het vuur uit de ramen van wat we hebben opgebouwd. Blijf van jou mijn laatste adem. Als de dagen zijn geteld, heb ik jou nog steeds hier naast me. In het einde van de wereld, in het einde van de wereld. You did that. Ja, ik vind het wel gewoon vet wat we hebben. Ik heb nog meer ideeën, maar het is maar een uur. Ja, misschien als de mensen in de comments zulke leuke comments achterlaten en denken, hey, hier zit potentie in. Ja. We plannen nog. Volg Hanna mee op elk social media platform die bestaat. Alle linkjes staan in de beschrijving. Misschien ook al wat tourdata's wat eraan komt. Ga je tegen of wat ga je doen? Ik ga een nieuwe clubtour doen. Nou, hey, leuk dat je het zegt. Wanneer is dat? Februari, maart, volgend jaar. Goed, en daar kunnen mensen al tickets voor kopen. Zeker. En het wordt mijn allereerste met band. En dit najaar ben ik trouwens op tv in Beste Zangers. Nee, joh! Ja. Maar zat je ook vast in dit vliegtuig, of niet? Ik zat vast in het vliegtuig, toch? Ja. Dat was toch iets, Ja, klopt. Ik moest toen, we hadden Beste Zangers en dat werd gefilmd de dag dat we teruggingen.
dingen, was ook Koningsdag. En ik was geboekt op 538 Koningsdag. Dat heb ik gehoord, redden we allemaal precies qua tijd. Zelfs nog tijd over. Maar het vliegtuig had 4 uur vertraging. Fuck en ik moest 16:20 op het podium staan. En we landden op Schiphol en ik zag 16:21. Fuck. Ik dacht, oh my god. Maar toen heeft de organisatie echt super lief mij nog ergens tussen gezet. Ja, dus ik was daar backstage toevallig. En toen hoorde ik van, we moeten schuiven. Want het is vertraging. Maar beste zo even zien, vanaf wanneer op tv? September, maar september. Ik weet niet precies welke september. Ik had er onwijs veel zin in. Ik ook, er leuke mensen mee? Ja, zeker. Dat is echt een leuke groep. Goed, ik heb er echt nieuwe vrienden aan overgehaald. Goed zo. En waarschijnlijk een heleboel hits. Ja, wie weet. Dat gaan jullie zien. Top, houd het in de gaten. Volg alle mee. Like deze video bij 5000 likes staat. Einde van de wereld, denk ik. Ja, ik denk het ook. Coole titel. Morgen op YouTube. Dus check dat. Ik zie jullie volgende video weer.